Hallo kijkers, dit is Diamond Games en vandaag gaan we Mafia 3 spelen. Ik weet niet of je het spel kent, maar ik heb hem, even kijken, vorig jaar heb ik hem uitgespeeld. En ik vond, tot het eind vond ik hem, ja, het was een heel leuk spel. Speel je achter elkaar door, omdat je steeds in een spannend moment komt. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, de filmpjes. Zoek naar rode punten. Dat zijn vijanden. Wacht. Oké. We gaan even eruit. En op zoek naar dat witte punt. Kijk, zie je hem? Het halve rondje. Waarom nou weer? Nou ja. Was hij het afluisteren dus?
Jongen, jongen. Lekker duidelijk dit. Niet. Ik weet niet wat het groen is. Ja. Het handigste is altijd wel in de buurt van de auto te blijven, anders weet je niet meer waar de auto staat en dan ja, ben je hem kwijt. Nou, het zal wel weer aan de achterkant zijn natuurlijk. Kijk, hier zal het wel in de buurt zitten.
Doh, wat een pech, joh. Hehe. Oh, dat is dit. Ja. Dan kun je... Als je gewond raakt, weer opladen. Kijk, en hier heb je weer een onderdeel om de telefoonstukken te hacken. Even nog luisteren daarom, want volgens mij is niet alles gezegd nog. Oké, dan gaan we nog een stukje. Rijn? Even kijken wat gaat doen. Kijk wat dit is. Post, hè? Laat je er vandaag gewoon een beetje, als je een beetje door de finale bent, zeg maar. Op het eind bedoel ik. Oh jee, politie. Oké, nou moet je dus uit het blauwe cirkel komen. Dat wordt moeilijk. Kijk, als we hier blijven. Heel even. Kijk. En nu kun je terug. Vergeet nooit waar je je auto hebt gelaten, natuurlijk, want.